Daar zijn we dan. Niemand had dit ooit verwacht dat wij nu al 10 afleveringen zouden hebben van de Salford City Karimo. Dit is echt een wonder. Vorige keer ben ik heel vaak gestopt met dit kanaal. Nu heb ik echt heel veel motivatie. Ik vind het heel leuk. En daarnaast heb ik vaker natuurlijk Karimo series gedaan en zo. En het verste wat ik ooit ben gekomen is 11 afleveringen. Ik heb nog nooit een serie echt daadwerkelijk afgemaakt. Maar goed, nu lijkt het er wel echt lekker uit te gaan zien. Aflevering 10, een XXL aflevering van de Salford City Karimo. Hopelijk heb jij daar heel veel zin in. Het wordt een lange aflevering, dus pak een bakje popcorn. Pak wat chippies, of doe heel gezond. Pak een rijstwafel, een stuk sla. En eet wat lekker. Tijdens deze aflevering, hopelijk heb jij daar zin in. Doe jij een blauwe omhoog. Abonneer op Timo en op Twinity, bijna 100k op Twinity. En laten we snel beginnen. We gaan eerst de transfermarkt afmaken. En dan hebben we heel veel wedstrijden op het programma staan. Onze bekerwedstrijd in de Carabao League Cup tegen Manchester City. Ja, ik weet het, Manchester City. En ik denk dat we ook al wel in de maand oktober vandaag terecht kunnen gaan komen. Misschien zelfs, maar ik weet niet zeker, in november. Wycombe speelt trouwens wel gewoon in onze competitie. Plek 6 is momenteel onze plek. Het bestuur wil dat we direct promoveren en dus in de top 2 gaan eindigen. Zelf kijk ik er anders tegenaan en ben ik wel blij als ik in de top 6 zal eindigen. Want de selectie is wel al best wel goed. Dus anders zouden we niet zo hoog staan en zou ons bestuur ook niet verwachten dat we zo hoog zouden eindigen. Maar we zouden dus doorgaan bij de wedstrijd van MK Dons deze aflevering. Dat gaan we ook gewoon lekker doen ook. Onze selectie ziet er prima uit. We hebben last van een aantal blessures. Maar Mumba kan wel weer spelen. Dus die gaat ook gewoon lekker in de basis komen. Als ik hem kan vinden, hier staat hij. Hij hoort in de basis en hij gaat dan ook op de plek van Hobson spelen voor de volgende wedstrijd. Towel en Wood, twee belangrijke spelers geblesseerd. Ik denk allebei nog rond de 4 weken. Of ja, Towel 3 of 2 weken. En Wood nog 5 weken. Zoiets denk ik eigenlijk. Maar goed, weet je, dan moeten we maar even zonder hun doen. Uitwedstrijd tegen MK Dons. Uitwedstrijd is er nooit lastig. Vooral voor een nieuw gepromoveerde ploeg zijn die niet heel erg makkelijk. En in de vorige aflevering hebben we natuurlijk wel Bella Ketchup gekocht. Die meteen scoorde in zijn debuutwedstrijd. In zijn tweede wedstrijd uit tegen MK Dons. Weet hij niet te scoren en zorgt hij wel dat we 2 doelpunten tegen krijgen. Of ja, hij is daar mede verantwoordelijk voor. Verliezen met 2-0. Een doelpunt van Cargill en McGrantless. Zorgen ervoor dat wij in ieder geval met 0 punten weggaan uit Dons. Of ik weet niet hoe die plek heet. Heet die plek Dons met die voetballer? Ik heb geen idee. De Leasing Trophy Cup. Dat is weer een andere cup. Ik wist niet dat we die nu gingen spelen. Die zouden we best wel nu wel kunnen winnen. Dat is een trofee waar we op zich voor zouden kunnen gaan. We spelen tegen Accrington spelen we. Nee, tegen Crawley Town. En ja, jongens, kom op. Laten we wel eerlijk zijn. Ik geloof dat in deze cup alleen maar ploegen spelen van de Championship, League 1 en League 2. Met een goede loting maken we echt wel kans om hier te winnen. En ik denk misschien ook wel Angel Gomez te lenen als dat kan. Dan hebben we nog een extra speler erbij die op middenveld en voorin kan spelen. Ik weet het, weer een United speler is ook wel het meest realistisch. Niet omdat ik United fan ben. Maar deze Angel Gomez bijvoorbeeld. Kijk, deze ploeg ligt een eigendom van United, United eigenaren, zeg maar. Dus, oh shit, we hebben helemaal geen geld. Hij heeft super veel salaris gekregen. Hij heeft een nieuw contract gekregen met echt een fucking dik salaris. Dus we kunnen dit als maximum betalen. Ja, daar hebben we er helemaal niks aan. Nee, dit kunnen we natuurlijk nooit betalen. Ja, sorry, maar dit is, ja, oh man. Jammer. Nee, dat gaat hem niet worden. Dan kunnen we hem toch niet halen. Ik dacht dat hij nog altijd een laag salaris had. Dan kijk ik toch even bij een andere ploeg of we nog een speler kunnen lenen met een laag salaris. Maar ik dacht, ja, dat is wel handig. Dan hebben we een extra speler. Maar dat kan dus totaal niet. Misschien Brewster dit jaar wel. Zou ook heel leuk zijn. Dan hebben we een aanval erbij. Ik zocht meer naar een middenvelder. Maar nu ik dus bedenk dat ik nog wel een speler kan lenen, wil ik dat ook wel graag doen. Deze Brewster, wat voor een salaris heeft hij? Ik zou het niet weten. Voor een jaartje vind ik goed genoeg. Hij heeft een salaris van maar liefst hoeveel euro? Laten we het even bekijken. Oeh, ook veel te veel. 23? Ze hebben nu al contracten gegeven aan al die spelers. Dit gaat dus ook nooit lukken. Dan kunnen we nog bij 1 iemand proberen. Troy Parrott. Als we dan toch bezig zijn, is dit onze laatste kans. Hij heeft ook geen heel hoog contract. Maar hij kan ook weer een heel nieuw contract gekregen hebben. Omdat het weer veel te duur gaat worden. Had eigenlijk maar 4000 euro salaris. Als dat opgesplitst wordt, is het voor ons dus makkelijk haalbaar. Maar ook bij hem verwacht ik eigenlijk tot Tottenham gewoon ondertussen al een nieuw contract heeft gegeven. Maurizio Pochettino. En dat hij hiervoor veel te veel geld gaan betalen. Kijk eens aan. Ja, we kunnen maximaal 25% betalen. Hij heeft 10.000 euro contract nu. 25% is op zich nog niet heel erg weinig. Maar dat gaat dus niet lukken. Want ze gaan hiermee nooit akkoord. 50-50 stellen ze nu op. Ja, jammer. Dan gaan we toch maar eens kijken of we een andere speler kunnen halen. En anders is het niet haalbaar voor ons. 40-60. We zitten zo dichtbij. Maar het kan net niet. Ho. Kan ik? Oh nee. Nee, oké, okay, jammer. Dan niet. Oké, okay, nog 1 ding wat ik wil proberen. Hij staat ook op de leenlijst, zie ik nu. Dan gaat het sowieso lukken. Fabio Silva wil uitgeleend worden. En dit is ook wel zo'n overzeese transfer waarvan je zou zeggen van ja, niet heel realistisch, maar het zou best wel kunnen. Hij wil uitgeleend worden. Een toptalent van Porto heeft een
het salaris van 1000 euro had hij. Of hij heeft een hernieuwd salaris. Of we kunnen hem makkelijk halen. En we kunnen hem inderdaad makkelijk halen. Hij heeft wel een hernieuwd salaris. Maar we kunnen deze man halen. En in ieder geval een nieuwe speler bij de selectie nog op de transfer deadline day. Met de naam Fabio Silva. Moet alleen zelf nog willen komen naar de club. Als hij dat niet wil, ja, dan hebben we hem toch niet. Maar ik zie op zich wel rooskleurig in dat wij hem nog kunnen krijgen. En dat is echt een heel erg groot toptalent. En ik wil ook al met extra spelers een beetje opvulling hebben. En dat hebben we hiermee. Dat hebben we hiermee. Kijk eens, Silva is ingeleend. Fabio Silva. Nu ben ik nog wel in het denken. Maar ja, ik kan die Trelkeld op zich ook wel verkopen nu. Nu ik Bella Ketchup nog heb. Want ik heb dus Hoover op rechtsback. En voor de rest, ja, heb ik nog meer centrale verdedigers en rechtsbacks. Silva is al 70 trouwens, dat is echt ideaal. Moet je checken, Wood die komt er dadelijk terug. Maar voor de rest heb ik niet echt een andere back. Nou ja, Wood kan ook op rechtsback. Hoeveel kan dus op rechtsback? Jones kan op leftback. En daarnaast kan Two-way kan hem op leftback. Ik denk dat ik het beste zo kan houden. En Trelkeld toch maar niet gaat doorverkopen. Deze Silva is wel een lekkere versterking van de selectie. Die kan op de plek van Aida komen. Maar we kunnen ook in een andere formatie spelen met Greenwood op rechtsmid of Greenwood op kam zetten, want hij is natuurlijk een CA van origine. Dat kan hij niet, maar ik denk wel dat hij dat kan. Dus ik denk dat ik dat ga doen, dat ik Whitehead dan eruit haal, Greenwood op kam zet. Als hij daar tevreden mee is, zou dat dan wel top zijn. En dan gaan we zo spelen. En dan kunnen we daarnaast ook nog gewoon Rodney op de bank zetten. Dat is een lekkere versterking voor de selectie. Daar ben ik heel erg blij mee. En dit is het nu vooral de taak om onze selectie te verbeteren. We konden op zich nog wel meer van dit soort hele goede spelers lenen. Maar ik ben er wel tevreden mee, hoe dat er nu toe uitziet. En met de transfers die we in deze transferperiode hebben gedaan, dat zijn er ook echt wel wat. Ik denk dat we hier het gewoon bij moeten houden. Ook het geld moeten overhouden voor contracten die verlengd moeten worden. En dat we het gewoon zo gaan houden. Transfer deadline day afgelopen. En dat betekent dat er geen nieuwe transfers meer zijn gebeurd in die laatste paar uurtjes. En dat betekent dat wij door kunnen gaan in de volgende wedstrijd in de Leasing Trophy tegen Crawley Town. Met deze selectie. Met Greenwood op de kam. McFarlane in de basis. Op doel nog altijd. Bazunu gaat om het komende paar wedstrijden waarschijnlijk daarop inlopen. Die gaat daar komen. En tegen Crawley Town winnen we met 1-0. Lekker. Een uitwedstrijd die je wint in de beker zijn altijd goede overwinningen. En dat betekent dat we nog altijd deze cup kunnen winnen. Het zou heel leuk zijn. Het zou echt euforisch zijn als we ook een cup kunnen winnen natuurlijk. En als tweede seizoen. Robinson is terug met de scoutrapport. Met een aantal spelers waarvan ik eigenlijk deze sowieso niet wil. Daarnaast wil ik deze ook sowieso niet. En dan hebben we nog een aantal spelers gestaan. Ja, deze hebben allebei een hele lage algemene rating. Deze heeft nog wel een redelijke potentie. Dus ik denk dat ik... Ja, en een hoge rating algemeen, zeg maar. Dus ik denk dat ik hem sowieso wil. En als ik hier naartoe kijk, het zijn echt twee precies dezelfde spelers. Ik kan ze een kans geven, maar ik denk dat het allebei niks gaat worden. Dus ik ga ze sowieso allebei afwijzen. Ik zie nu toch niet eens meer geld hebben om ze te accepteren. Dus ja, het maakt me ook niet heel erg veel uit. Het geld komt vanzelf alweer. We hebben het nu ervoor gekozen om het in een leenspeler te houden. Dus maakt niet uit. Kan gebeuren. Towel is terug van zijn blessure. Die gaat dan misschien terugkomen op centrumid. Dat we Greenwood op de kam houden. Dat lijkt mij op zich wel een hele slimme keuze die we dan kunnen maken. Dus Accrington Town spelen momenteel tegen. Towel is terug. Komt dan op de plek van Mumba te staan, denk ik. Of, nee, ik laat Towel nog één wedstrijd op de bank zitten. Is nog niet volledig hersteld. Lijkt me wel het beste voor hem. Want anders heb ik alleen maar meer kans dat hij weer geblesseerd raakt. En dat zou natuurlijk het meest dramatische scenario zijn voor hem en voor mijn basisopstelling. Dus we houden hem nog één wedstrijdje even op de bank. Bazunu ontevreden. Ja, weet je, hij komt er binnenkort in. Maar hij snapt zichzelf ook wel. Hij heeft een rotatierol. En hij komt later pas in het team terecht. Dat moet hij gewoon begrijpen. Maar goed, maakt niet uit. Komt goed. Hij zal vast wel bijtrekken zodra hij in de basis komt. En dan zal hij vast wel blij zijn. Thuis tegen Accrington Stanley. Is het trouwens niet Accrington Town. Moeten we winnen. Klaar over en uit. We gaan 10 punten pakken uit 6 wedstrijden. Als we deze wedstrijd in ieder geval wel pakken. Accrington Stanley niet in de beste vorm afgelopen wedstrijden. En tegen ons winnen ze niet. Bella Ketchup. Bella fucking Ketchup. Hij scoort weer. Het is echt niet normaal. 2 doelpunten uit 3 wedstrijden als een centrale verdediger. Wat een legend. Hij heeft ook 5-star weak foot. Dat is echt een van mijn leukste en beste aankopen ooit gewoon. Ik denk dat hoeveel een rating omhoog gaat, dat klopt inderdaad. 68 voor hem al. Gaat naar de 70 toe. Enorm groot talent natuurlijk van Nederlandse bodem. Ik ben benieuwd of hij in het echt misschien ook binnen een paar jaar een beetje kan doorbreken. Dat zou wel echt leuk zijn. Dat hij gewoon onze nieuwe rechtsmid in de Nederlands elftal zou worden. Maar goed, weet je, als je bij Liverpool speelt en je wordt daar zo'n enorm talent gezien. Nou ja, aan de ene kant natuurlijk top. Maar aan de andere kant, de kans dat je... Martens met trouwens verkopen meteen. De kans dat je daar heel snel doorbreekt is ook wel heel klein. Tot er zoveel spelers zijn. Maar goed, weet je...
daar gaat het niet over in deze aflevering. We gaan het hebben over Luton Town. Wat een uitwedstrijd is in Luton Town. Staan die heel hoog of juist heel laag? Daar gaan we even naar kijken. Die zijn tweede. Dus als we deze winnen, ja, dan lopen we daar in ieder geval mooi op in. En ja, we zijn niet in de allerbeste vorm in de competitie. We hebben de eerste 6 potten in ieder geval al 2 verloren. Dus Luton Town is wel een opgave voor ons. Die moeten we eigenlijk gewoon echt proberen te pakken om weer in een goede vorm terug te komen. En 4 wedstrijden te winnen uit de eerste 7. En we winnen. Item Ida. Ik noem hem weer Item Ida, maar zo heet hij helemaal niet. Scoren in ieder geval de 1-0. Moomba krijgt weer rood voor de tweede keer al in 7 wedstrijden. En daarmee staan wij op een gedeeld derde plek. Enorm lekker gedaan. En daarmee staan we in ieder geval voor de eerste 7 wedstrijden wel op een prima positie. Thuis tegen Lincoln Town. Die staan geloof ik niet heel erg hoog. Kunnen we even checken. Die staan inderdaad op plek 23. Dit moet een makkelijke overwinning zijn. Waarbij wij weer een plekje kunnen pakken op de ranglijst. Tal komt er gewoon in de basis. Dat was sowieso eigenlijk al het plan. Ja, Moomba die wordt nu gewoon weer een wisselspeler. Want hij heeft eigenlijk zichzelf totaal niet bewezen in de afgelopen wedstrijden. Terrell Kell zit op de bank, is wel nog altijd tevreden bij de ploeg. Maar ik denk dat hij zelf ook al beseft dat hij nu niet meer die basisplek heeft en ook niet meer verdient. Omdat Hoover gewoon beter is en we die ketchup hebben gekocht voor centerback. Dus zo ziet het team er gewoon voor nu nog altijd uit. En thuis tegen Lincoln. Ja jongens, moet een overwinning worden. Klaar, over en uit. 1 doelpunt van Silva in deze wedstrijd. De nieuweling, ja, is ook echt waar. 4-1 overwinning, 2 keer Riemoet, 1 keer Burt en 1 keer Silva dus. En Grant aan de kant van Lincoln. Prima, lekker. Ik ben benieuwd op welke positie we nu staan. We staan op plek 2 ondertussen al. En dan ja, zie je het vooruitzicht op directe promotie dat er nu toe nog wel realistisch uit. Greenwood gaat naar 72 toe. Ook dat is echt, jongens, net zoals Wynum Hotta, waar we niet heel veel van horen nu. Echt een talent die binnen een paar jaar waarschijnlijk al boven de 10 miljoen waard zal zijn. Heeft nu al een transferwaarde van 6,5 miljoen. Even eerlijk, dat is echt super ziek dat we hem hebben kunnen kopen. Want dat is eigenlijk een van het Engeland's grootste talenten. Dus daar ben ik heel blij mee. Nathan Wood is ook nog eens terug van zijn blessure. Dus nu is ons team eigenlijk weer echt op oorlogssterkte bij de uitwedstrijd tegen Gillingham Town. En dat is geen makkelijke wedstrijd, want dat is een uitpot. En we zien het al staan, zij staan vierde op de ranglijst. We gaan het zien, in ieder geval met onze beste selectie gaan wij spelen. Wood komt er dan maar gewoon in. Die is ook wel volledig hersteld van zijn blessure. Moomba komt op de bank te zitten in plaats van Smith. En dan gaan wij deze wedstrijd zo in. Kijk eens jongens, we hebben nu ondertussen al dus 3 spelers boven de 70 gerateerd. Aida gaat er binnenkort nog overheen. Tawel gaat er binnenkort komen. Hoeveel gaat er binnenkort komen? En dan krijgen wij bijna een volledige basiself met alle spelers boven de 70. Bazunu ga ik vanaf vandaag in de basis zetten. Hij gaat heel snel getraind worden. En hij gaat binnen een paar maanden in ieder geval 70 rated zijn. Dus hij moet ook in de basis komen. En dat lijkt mij vanaf vandaag een mooi moment om een beetje in die basis terecht te komen. Thuis, of nee, uit tegen Gillingham zijn ook in een prima vorm. Dus dit zal niet de makkelijkste pot worden. We kunnen die zomaar verliezen, maar we winnen. 2-1. Touré en Silva scoren beide. En aan de kant van Gillingham scoort Charles Cook. En dat is enorm mooi. Dit soort wedstrijden winnen is echt goed voor de ranglijst, voor de punten. En ja, nu komt het dan. Smith is verkocht trouwens. Martin Smith, die wilde wel heel lang verkopen. Daar ben ik al blij mee. Maar nu komt de wedstrijd. We spelen tegen Manchester City. De kansloze pot. En voordat we dat doen, gaat Moomba nog een rating omhoog. Maar ja, uit Manchester City jongens. Het wordt gewoon echt... echt een ramp waarschijnlijk. Deze wedstrijd gaan we zo dik, maar dan ook echt zo dik verliezen. Ik ben heel benieuwd wat we kunnen doen tegen een club als Manchester City. Patla, een vrije speler was het geloof ik, wil graag spelen. Ik ga hem, ja, ik maak hem maar ontevreden. Maar hij gaat nooit spelen. Het is een speler die ik gehaald heb voor de opvulling van de selectie. En hij moet niet verwachten dat hij in dit soort wedstrijden mee kan doen. Selectie ziet er prima uit. Zo gaan we gewoon de wedstrijd in. En we zullen zien hoe we zullen spelen. Uit tegen City. Ik ben echt benieuwd. Ik ben echt zo benieuwd. We spelen 2-1. We verliezen wel met 2-1. En mede door een strafschop van David Silva. Anders hadden we gewoon nog gelijk gespeeld ook. Maar ja, kijk de opstelling van City. Enige spelers die we daarvan herkennen is Cancelo. Wilson, denk ik ook, weet ik niet zeker. Ederson op de bank, Laporte, De Bruyne, Aguero, Varaan, Sterling, Jesus. Dus ja, dat was gewoon echt niet een B-team, maar misschien wel een C-team. Waarmee City tegen ons ging spelen. Ja, dan verliezen we met 2 tegen 1. Ja, weet je, oké. QPR dan nu. Een belangrijke pot weer. Vorige keer stond Gillingham vierde, nu QPR derde. Waar we tegen spelen. Maar het is een tijdswedstrijd. Dus nog altijd... ik verwacht dat er een overwinning kan worden. Team niet volle, op volle sterkte, zeg maar, qua conditie. Hopelijk gaat dat geen blessures opleveren. Maar ik verwacht wel 1 kleine blessure in deze wedstrijd. Klopt dat? Nee. We winnen wel met 2-0. Wood en Towel scoren beide. We houden de 0.
Bazunu scoort, of speelt dus goed. Speelde trouwens ook tegen City, tegen zijn oude ploeg. Best wel grappig. Maar ja, prima. We doen het goed. En Bazunu gaat met, dat we het over hem hebben, een rating omhoog naar 67 al. Dan is hij nu al even goed als McFarlane. En zoals je ziet gaat hij ook al heel snel naar 68. Hij heeft gewoon veel meer potentie dan McFarlane. Dus we mogen blij zijn dat wij hem houden in plaats van McFarlane op doel. We maken afstand met QPR, met Oxford, met Southampton United, met Mansfield, met Gillingham, noem maar op. 4 punten is de afstand momenteel al. En dit moeten we gewoon zo houden. De afstand moet eigenlijk nog een beetje groter worden, dat zou helemaal top zijn. En we gaan eens kijken of de scout nog wat heeft. Patrick Pedersen moet weg. Oliver Nicholson, een prima algemeen en redelijke potentie. Kunnen we naar kijken. Patrick Nicholson weer moet weg. Oh, Arthur McKinley, die is heel goed. Een enorm hoog algemeen en een enorm hoge potentie. Die contracteert. Kijk, hij is al 1,1 miljoen maat. Dit is echt een diamantje in de jeugdopleiding. Die gaan we natuurlijk halen. En deze Logan McCall is ook redelijk. Maar goed, die kunnen we nog niet halen, want we hebben geen geld. Dan moeten we even op wachten. Deze, ja, die worden verder gescout. Dat moet, dat is top. Maar die wat we nu hebben gehaald, die, dat talentje, die wil ik even bekijken van dichtbij. Want misschien kan hij wel meteen naar de selectie toegehaald worden. Heeft een rating van 65. En left mid, 17 jaar oud. Weet je wat het is? Kan hij op andere posities spelen dan left mid? Want ik heb natuurlijk geen left mid nodig, maar ik denk wel dat ik hem naar de selectie toe wil halen. Dit is echt een enorm goede speler, 17 jaar ook. We gaan hem halen bij de selectie, bam. Dan hebben we hem in ieder geval ook de eerste speler die echt een enorme potentie heeft. Zit dan ook meteen bij het team. Ja, kijk, hij kan op rechts buiten of links mid spelen, wat best wel gek is natuurlijk. Maar we kunnen anders gaan spelen, want Greenwood kan dus ook op rechts mid. En dan kan McKinley op links mid. En dan gaat Beurt er waarschijnlijk uit. En dan gaan Towel en Ryan Mhotta samen op center mid spelen. Dat lijkt mij wel een goede optie. Ik denk dat we dan gewoon 4-1-2-1-2 zullen gaan spelen. En dan op left mid McKinley zetten. Die gaan dan meteen in de basis komen ook. Best wel gek eigenlijk, maar dat doen we dan maar wel. Ryan Mhotta is een verdedigende middenvelder. Towel kan op de kam. Heeft hij vorig jaar ook volledig gespeeld. Dus dan wordt dit onze basis. Op zich wel ziek, toch? Ik vind het helemaal mooi. En dan te beseffen dat we ineens een hele goede scout hebben. En dat hij dan zo'n speler voor ons scout die nu al 1,1 miljoen waard is. Ik weet niet hoe hij het doet, maar we hebben het lekker gedaan. En Greenwood staat dan op rechts mid vanaf nu. Prima. Moeten we wel rekening houden dat we ook dus een rechts en left mid nodig hebben als je geblesseerd raakt, zeg maar, daarachter. Maar voor nu denk ik dat dit echt wel ons sterkste team is voor te kunnen spelen. En ja, dat talentje. Ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Of hij ook snel zal gaan stijgen. Dat zullen we gaan zien natuurlijk in de aankomende wedstrijden. We zitten er dan lekker in. We hebben bijna geweten te winnen tegen Manchester City. We hebben een prima selectie. In de competitie zijn we in goede vorm. We staan momenteel tweede. Maar ja, weet je, we moeten nog een wedstrijd spelen. En we staan maar 1 punt achter Fleetwood Town. Het gaat lekker. Het gaat oprecht heel erg goed. Deze wedstrijd was waarschijnlijk wel heel erg lastig. Uit Bristol Rovers. Een prima ploeg uit de League One. Maar we winnen. Aida en Rooney scoren beide. En ik denk dat onze selectie nu wel echt een hoogte aan het bereik is. Dat we misschien ook wel een beetje te goed zijn voor de English Football League One. Wat natuurlijk heel erg gek is. Omdat we vorig jaar nog in de English Football League 2 speelden. Maar goed, maakt niet uit. Greenwood gaat naar 73. Ook dat is niet normaal. Hoe snel het met hem gaat. En we beginnen echt een lekkere selectie te krijgen. Nu begin je pas te beseffen dat we echt een lekkere en goede selectie beginnen te krijgen. Greenwood en Ryan Mhotta zijn echt denk ik een beetje de sterspelers van ons team. Maar het ziet er heel goed uit. Laten we eens kijken trouwens bij de financiën. Vind ik altijd wel leuk om te zien. Dan kan je bijvoorbeeld zien welke shirtjes het meest verkocht worden. Ryan Mhotta en Greenwood inderdaad worden als meest verkocht. En Silva wordt ook heel veel verkocht. Dat vind ik altijd wel leuk om te zien. En daar krijgen we ook heel veel geld voor. Hè? Dat is ook wel heel ziek natuurlijk. We krijgen meer binnen aan de verkoop van shirtjes dan aan salarissen. Dus we gaan wel lekker. We gaan oprecht wel lekker. Mansfield Town speelden we al tegen in de pre-season. Toen wonnen we. En nu, ja, op oorlogsterkte moeten we toch eigenlijk al winnen in deze thuiswedstrijd. Doen we dat ook? Ja. Nog maar net. Silva en Greenwood. Dit was de leasing.com trophy. Zoals het in Nederland staat. Silva en Greenwood. Toch wel een paar van de beste spelers van onze selectie. Scoren weer. En dan ben ik benieuwd, dat ga ik ook even checken, tegen wie spelen we dan in de volgende ronde van die Leasing Cup Trophy. Want dat wordt toch wel Leasing Cup Trophy. Cup trofee, precies Timo. Dat wordt toch wel een cup die we bijna aan het winnen zijn. Of heb ik het dan fout? We spelen daar nu al in de kwartfinale gebied. Het kwartfinale gebied. En daarin spelen we thuis tegen Ipswich Town. Dus dit wordt een halve finale plek voor ons, neem ik aan. Ik denk dat we daar heel veel kans op maken. Nou, top. Maar ik ben even aan het kijken en als wij winnen, dan komen we bij de...
Ja, maar waarom gebied? Hoe werkt dit? Want als we er winnen, zijn er nog 4 wedstrijden over. Dat is een kwartfinale. Dit is een 8e finale, toch? Nou, maakt niet uit, dat zien we wel. Kom maar, was wel goed, ik weet niet hoe dat werkt. Misschien komen we wel in een pool te zitten of zo. Ik heb er geen verstand van deze cup. We moeten onze volgende wedstrijd Burton Brewers gaan spelen. Een grappig logo vind ik dat altijd. En deze pot winnen we met 4-1. Ik vind het echt een mooi logo, alsof het een super dikke man is. Maar goed, maakt niet uit. Aida 2 keer en Silva 2 keer. Die aanvallers die we allebei geleend hebben, weten het net ook steeds meer te vinden. Jammer dus dat we ze geleend hebben. Maar ja, voor die Silva heb ik echt gewoon op de laatste dag van de transfermarkt dacht van, ja, weet je wat, ik haal hem ook binnen. Dus op zich ben ik wel blij dat hij in ieder geval het goed doet, weet je wel. Maakt niet heel veel uit dat hij dan geleend is. Bazunu en hoeveel gaan bijna een rating omhoog. En ik denk dat ik Beurt, die doet het niet heel goed, uit de training gaan halen. En op die plek dan maar die nieuwe left mid gaan zitten. McKinley heette die. Dat hij daar maar mag gaan trainen. We zijn al best wel lang bezig deze aflevering. Normaal zou ik nu stoppen. Maar het is een XXL aflevering. En dus gaan we lekker door in de volgende wedstrijd. En we hebben in ieder geval ook al 3 spelers met internet voor interlandverplichtingen. Zie je dat? Maar dat zijn alle 3 spelers die we niet eens gebruiken. Patla, Sangu en Hoessen. 3 spelers die we als vrije speler hebben gehaald. Die ook niet van een goede nationaliteit zijn. Weet je, deze Patla is 59 rated. Die gaat nooit spelen. Maar hij wil wel de kansen krijgen. Ja, sorry. Maar die ga je bij mij niet krijgen. Uit tegen Colchester United. Als we deze winnen. Ja, weet je, het kampioenschap is wel heel moeilijk om nu al te zeggen. Maar we spelen er wel om mee. En dat vind ik heel leuk. Deze spelen we gelijk. Silva scoort weer. Terwijl zij een rode kaart hadden, wisten we de wedstrijd niet af te maken. En we mogen nog blij zijn met een gelijkspel. Want Silva scoorde een penalty. En dat betekent niet dus dat we eigenlijk per se beter waren. Maar nog altijd hebben we wel de competitie overgenomen. Want Fleetwood Town heeft verloren in hun vorige wedstrijd. Scunthorpe United is onze volgende tegenstander. Die kennen we natuurlijk al van de English Football League 2. Daar speelden we vorig jaar ook tegen. En laten we maar eens kijken of we hun dit jaar kunnen pakken. We gaan hem volop trainen op zijn dribbelstatistieken. Die zijn nog niet heel erg hoog. En hij verdient ook meteen een A'tje. Wat natuurlijk helemaal top is. Ja, Scunthorpe jongens. Ik ga even kijken hoeveel zij staan op de ranglijst. Daar verwacht je natuurlijk bijna niks van. Omdat ze net gepromoveerd zijn. Dus ze staan aan de 19e. Dit moeten we gewoon winnen. Thuis, easy peasy. Een overwinningje pakken. En dan wordt de afstand met de rest alleen maar nog groter. Alleen maar top. Alleen maar mooi. Alleen maar helemaal prachtig. En we winnen met 5-0. Een hattrick van Aida. Nee, hij heet Adem Aida geloof ik. Dan heb ik het toch goed. En dan wordt hij waarschijnlijk wel bijna topscorer al. Klopt dat? Ja, hij staat natuurlijk gedeeld eerst al als topscorer. Prima, doet hij ook lekker. En wij staan met 3 punten al los aan kop. En we staan met 6 punten al los van directe promotie. Enorm lekker. Maar nu spelen we dus tegen Fleetwood Town. De wedstrijd waarbij wij eigenlijk moeten winnen. Maar we spelen uit en dat zal niet heel makkelijk worden. Fleetwood staat niet voor niets tweede. Verkeren wel en niet in al te goede vorm. Hebben afgelopen 2 wedstrijden verloren als ik het goed heb. Dus ja, wat dat betreft maken we misschien wel een beetje kans om te winnen. Maar we moeten er niet van uitgaan. Ik denk dat we wel blij mogen zijn met een gelijk spel. Selectie hou ik precies hetzelfde zoals hij al was. En dan gaan we. Kunnen we winnen? Dat zou echt top zijn. Maar daar ga ik niet vanuit. We winnen. Aida en Towel scoren. En we winnen uit tegen Fleetwood. En nu wordt de afstand echt al enorm ziek groot. Kijk eens. 6 punten van Fleetwood en Oxford United. Nu zijn we echt heel erg lekker bezig, jongens. Nu kunnen we echt al denken aan een winterkampioenschap sowieso. En misschien ook wel. We promoveren sowieso. Maar dit is wel lekker. Dit is heel lekker. Even een kleine blik gooien op de ranglijst. Kijk, de afstand met plek 7. Die moeten we in principe zo bewaren. Die is momenteel gewoon een prima 11 punten. En dat is het belangrijkste van allemaal. We begonnen de competitie niet heel erg goed. We speelden meteen gelijk en verloren 2 keer in de eerste 6 wedstrijden. Maar in de afgelopen 9 wedstrijden hebben we maar 1 keer gelijk gespeeld en 8 keer gewonnen. Ik weet niet hoe we het doen. Misschien omdat onze spelers steeds beter worden. Omdat we een ander systeem zijn gaan spelen. Ik weet het ook niet. Maar wat ik wel weet is dat we echt enorm lekker ervoor staan. Thuis tegen Shrewsbury Town. Voetbalclub, die staan geloof ik heel erg laag. Klopt dat? Die staan inderdaad op plek 23. En dat moet dan ook gewoon een overwinning worden. Ik ben benieuwd jongens, als het zo doorgaat zitten we al heel snel in de championship. Dan gaat het al heel erg makkelijk tot nu toe. 6 punten dus, afstand op nummer 2. En dat kunnen we vandaag nog gaan vergroten als we winnen tegen Shrewsbury. Maar je weet het maar nooit, zo'n pot kan je zomaar verliezen. We winnen nog maar net met 2-1. We winnen door een rode kaart van John Lewis aan de kant van Shrewsbury. Wat een kutnaam, sorry hoor. Maar goed, Wijnaldum en Silva scoren, helemaal top. En hopelijk is die afstand nu nog meer dan 6 punten. Dan ben ik helemaal blij. Die afstand kunnen we nu niet zien, maar we spelen eerst ook in het kwartfinale gebied. Waar ik wel heel benieuwd naar ben hoe dat nou precies werkt tegen Ipswich Town.
en een training mist. En dat is een training van Wood, geloof ik. Is hij dan geblesseerd geraakt? Nee, Hoover is geblesseerd. Wood was het niet meer aan het trainen. Maar Wood kan dan wel op die plek komen. Of we pakken daar Bella Ketchup. Bella Ketchup is wel een legend, hè. Bella Ketchup is wel echt een legend. Ik ga Bella Ketchup gewoon pakken. Boeien, we doen het gewoon. Ook een beetje lol in de carrière mode hebben. En hij kan nog heel snel heel veel beter worden, ook nog. Bazunu is 69. Ik weet niet of dat nu... Nee, dat is niet nu gebeurd, maar dat is... Dat heb ik niet opgemerkt in ieder geval. Nou, top. Wat is er aan de hand met Hoover? Hoe lang ligt hij eruit? Dat weet ik dus ook niet. Dat gaan we even checken. Tijdens de training, voor 2 weken geblesseerd, is dus niet heel erg. En dan gaan we even snel kijken naar de scout. Wat heeft hij nog hier staan? Deze speler wordt steeds iets minder, zoals we kunnen zien. Hij is pas 15, dus ik geef hem nog de kans. En deze Christian Bakker, waar wij laatst ook aan trainen, die wordt ook steeds interessanter. Maar hij heeft het nadeel dat Ryan Mhota voor hem staat en hij kan hem nooit passeren natuurlijk. Dus ja, weet je, het gaat hem toch nooit lukken om in de basis te komen. Maar wel een leuke speler voor de selectie. Er komen nieuwe jeugdspelers binnen. Dan zien wij hier Oliver Nicholson, die hadden we van vorige keer nog. En hier Logan McCall. Die moet ik hebben. Dit is weer een hele goede speler met een waarde van een ton. Maar ik kan hem nog niet halen, omdat ik momenteel nog geen geld heb. Ian Stewart is slecht, die moet afwijzen. Oeh, deze is ook heel erg goed. Is pas 15 en heeft ook een enorm goede potentie. Dus deze twee moeten we sowieso hebben. Dan hebben we hier een slechte speler, die mag ook weg. En hier... weer een zieke. Oh mijn god. Ja, we gaan even wachten. Deze wist ik trouwens al, geloof ik. We gaan even wachten, want in de winter gaat die Martin Smith sowieso weg. En dan, dat is dus over 2 maanden. En dan hebben we sowieso geld. Dus we moeten gewoon even wachten, jongens. Maar goed, laten we hopen dat we door kunnen komen uit het kwartfinale gebied. En door kunnen gaan naar het halve finale gebied. Dan zullen we even zien hoe dat werkt. Want er zitten dan 8 clubs in de halve finale. Want er spelen nu nog 16 ploegen in de kwartfinale. Ik weet niet hoe het werkt. Deze spelers ga ik waarschijnlijk allemaal niet laten spelen die willen spelen. Het blijven ook maar dezelfde die graag willen spelen. Maar goed, weet je, ze gaan niet spelen. Klaar. Thuis tegen Ipswich. Daar gaan we. Moeten iets veranderen in de selectie? Dat is geloof ik Hoover. Nou prima, dat gaat wel simpel. Dan kunnen we namelijk gewoon 12 Kelt neerzetten. En dan is dat probleem opgelost. Boom. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat we deze wedstrijd wel kunnen winnen. En ik ben benieuwd hoe het toernooi dan voor de rest eruit ziet. Want ik denk dat we het toernooi ook kunnen winnen. Met de vorm die we nu hebben. Ja, waarom niet? En deze wedstrijd, wat gaat er gebeuren? We winnen met 1-0. Aida scoort helemaal top in de penalty in de 88ste minuut. Ja, nu ben ik benieuwd. Tegen wie worden we geloot? Hoe werkt dit? Ik weet het niet. Ik ga het checken. Maar eerst een training. En in die training wordt McKinley meteen een rating omhoog. 66, ons enorm grote toptalent, is al een rating omhoog uit Schotland, jongens. Ons toptalent uit Schotland. Niet heel slim eigenlijk, want hij wordt nu iedere keer sowieso dadelijk opgeroepen voor iedere interland. En dan hebben we hem iedere interlandperiode niet. Als we dan moeten spelen natuurlijk. Maar goed, maakt niet uit. Wij gaan eens kijken hoe het precies zit bij de Leasing Cup Trophy. En daar is het nu het halve finale gebied. Met nog 4 ploegen. En dan met een 4 wedstrijden. En dan komen we in het finale gebied misschien in een pool of zo terecht. Met de laatste 4. Op zich wel vet, maar dan moeten we wel winnen tegen Rochdale. Daar had Manchester United in het echt heel erg moeilijk tegen. Maar ja, weet je, met de vorm die we momenteel hebben, zou dat op zich wel een overwinning moeten kunnen zijn. Maar ja, dat weet je nooit. Hoover is weer terug en daarnaast raakt Trelkeld geblesseerd voor 2 maanden. Maar goed, gelukkig is Hoover terug. Dat is natuurlijk eigenlijk onze basisrechtsbeek. Maar nog altijd geen goed vooruitzicht dus. Omdat wij daar nu maar 1 speler hebben staan en Hoover... niet meer geblesseerd mag raken nu. Maar goed, maakt niet uit. Weet je, we hebben nog altijd een speler. We hoeven nog niet aan de alarmbellen te rinkelen. Want voor nu, prima. Wycombe Wonders. Hebben we al een keer tegen gespeeld in een beker. Die hebben we gewonnen. Bazunu is opgeroepen voor het nationale elftal van Ierland. Dit is dus zo irritant, want nu moeten we McFarlane opstellen. Ja, en ja, dit wil je niet hebben. Maar dit gaat steeds meer gebeuren. Maar natuurlijk klopt dat vanaf de championship... er geen problemen meer zijn, want dan worden jouw wedstrijden niet tegelijkertijd met de interlandperiodes gespeeld. Dus voor nu is het irritant, raken we waarschijnlijk iedere keer die Bazunu kwijt. Maar goed, daar moeten we maar mee dealen. En ja, weet je, vorig jaar hadden we dat met Towel, maar die wordt nu niet meer opgeroepen. Deze pot spelen we 2-2 gelijk. Geen overwinning dit keer. Maar goed, een uitwedstrijd kan gebeuren. Greenwood scoort wel weer. En ja, boeieruit, kan gebeuren. We zijn nog altijd dik aan kop. Greenwood al naar 74. Holy shit, jongens. Die gaat zo snel. Ik heb even een tweede training erbij gezet. Omdat Bazuna niet getraind kon worden. Omdat hij nog altijd op interland vakantie is. En zoals je kan zien, Mason Greenwood is momenteel al 12 miljoen waard. Dat is echt ziek. Oxford United, volgende tegenstander. Belangrijk op zich wel. Als we deze namelijk verliezen, is het ook nog eens een uitwedstrijd. Is de afstand met Oxford... nog maar 1 punt. En dan hebben we onze hele voorsprong binnen 2 wedstrijden toch wel verspeeld. Maar goed, het komt goed. Ik denk dat we die wel kunnen pakken. Daar gaan we dan, jongens. Daar gaan we dan. Ik weet niet precies hoe lang ik al bezig ben. Ik denk dat de video al bijna 1.5 uur is. Dat vind ik al redelijk XXL. Of XL. XXL is 1 uur lang of zo, weet ik veel. Maar daar heb ik momenteel
ja, geen zin in, kan je het zo noemen. Maar ik wil gewoon meerdere afleveringen hebben, anders vind ik het veel te snel gaan ook. Dus dit is de laatste pot die we gaan spelen. McKinley in de basis op Live Mid tegen Oxford en tegen Oxford. Oh, voor die zijn met 2-0. Ik had al zoiets verwacht. Ik had al een slecht voorgevoel bij deze wedstrijd, maar het gebeurt dan ook nog echt maar niet helemaal uit. Het kan gebeuren, het is niet een ramp, want Oxford was goed, stond de tweede. We hebben een beter, ook een goede selectie dan blijkbaar. En ja, we spelen uit daar. Dus de spanning in de competitie is wel volledig terug. We gaan proberen winterkampioen te worden en daarna nog gewoon direct te promoveren via het kampioenschap. Want dat kunnen we. Nog maar 5 wedstrijden en dan is de eerste seizoen zelf voorbij. Dan komt de wintertransferperiode er ook weer aan. Die wordt belangrijk. We willen dan talenten naar onze eerste selectie halen. En ik ben benieuwd hoe de carrière in het tweede seizoen zelf zich zal vorderen. We gaan lekker, we gaan goed. Geen speler meer omhoog helaas. Maar dit was alles wat ik in deze aflevering wilde doen. Hopelijk vond je het een leuke video. Heb jij een blauw duimpje omhoog gedaan? Abonneer op Timo en op Twinity. Doe dat ook. Maar we hebben bijna 100.000 abonnees. En dan zie ik je hopelijk in de volgende video weer terug. Zeg ik joe later. Tot de volgende keer de ballen. Laat ze niet vallen. En de groeten. Dag. Doei. Auf Wiedersehen. Ik moet de video lang maken. Ook de outro is lang. Ook de outro is XL. Oké, nu is het klaar. Doei.